Jongen, jongen. Jongen, dat schiet alweer op. Nog even de laatste loodjes. Ik moet nog even checken. De stoomboot, dat is geregeld. De burgemeester, ja, die heb ik gebeld. Chocoladeletters, ja, dat is ook goed. Onderdak voor het paard, ook geregeld, check. En de pepernoten. De pepernoten, ja, dat moet ik toch even checken, zeg. Want dat was vorig jaar toch wel een probleem. Ja, dat ga ik meteen even doen, denk ik. Want ja, stel je voor, dan hebben we hetzelfde al in als vorig jaar. Dat gaan we niet doen. Dat ga ik meteen even regelen. Zo. Oh, ja, nu is Sinterklaas weg. Ja, nou ga ik even gedicht schrijven. Voor die lieve knutselpiet. Lieve, mooie knutselpiet. Oh, wat is hij leuk. Ja. Och, wat kan er nog meer bij? Piet, wat ben jij aan het doen? Regelpiet. Ben jij in het boek aan het schrijven Sinterklaas? Ja, ik had je eigenlijk helemaal niet verwacht hier. Ja. Nee, dat snap ik, want je mag niet in het boek schrijven Sinterklaas. Maar we kunnen wel uitscheuren. Waarom? Nou, ik ben stiekem een beetje verliefd op Knutselpiet en heb een gedicht geschreven. Ben je verliefd op Knutselpiet? Ja, dan moet het eruit. We scheuren hem snel uit. Ja? Ja, maar dan komt Sinterklaas er wel achter. Dan moet je toch, moet ik toch tegen Sinterklaas vertellen. Zou je het geheim kunnen houden? Ja, maar dan moet ik liegen. Ik mag nooit liegen van Sinterklaas. Nee, dat klopt. Maar nog eventjes voor deze keer. Voor deze keer? Ja. Gaan we het samen verstoppen? Ja, dan moet hij eigenlijk een mooi verstopplekje hebben. Oké, okay. Gaan we dat doen? Ik weet wel een mooi plekje. Ja? Ja. Gaan we kijken.